Welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met de video, ik heb afgelopen weekend mijn hand verbrand voor de mensen die de afgelopen video's hebben gemist ofzo en het nog niet weten. Dus ik heb echt mega blaren op mijn hand. Dus als dit je opvalt, ga niet denken, oh wat heeft zij op haar hand. Dit is gewoon echt verbranding, extreme verbranding. Dus mijn hand doet super veel pijn. Maar ik probeer hem niet al te veel in beeld te brengen, want ja, het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Voor de mensen die mijn andere video's al hebben gezien, jullie hebben nou misschien iets van, oké, Sarah, we know it. Maar ik weet dat bij elke video weer nieuwe mensen zijn. En ik wil niet dat een mens iets raars gaan denken over mijn hand. Dus dit is gewoon verbranding. En ja, dit gaat zeker een week nog zo zijn. Vandaag heb ik weer 10 dingen die ik niet mee ga kopen. Deel 2. Dat houdt dus in dat er ook een deel 1 is. Deel 1 staat al hier op mijn kanaal. Als je hem nog niet hebt gezien, ga die video zeker ook eventjes bekijken. Die video sloeg best wel goed aan. Dus ik dacht, jullie vinden het leuk. Nou, dan maak ik gewoon een deel 2. Als je ook nog een deel 3 wilt, let me know. Dan maak ik die met alle plezier. Ik had niet per se verwacht dat die video het goed zou doen eigenlijk. Maar ja, toch vonden jullie het gewoon heel leuk. Dus ja, vandaar dat ik nou een deel 2 ga maken. Dus ik heb vandaag nog meer dingen die ik niet meer ga kopen. De reden dat ik die dingen niet meer koop kan echt heel verschillend zijn. Het kan gewoon zijn dat ik geld wil besparen. Dat ik meer minimalistisch wil leven. Niet dat ik een minimalistische persoon word of zo. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Het kan hele verschillende redenen hebben. Vaak is bij mij de hoofdreden dat ik gewoon altijd heel veel dingen haal die ik niet gebruik. En dat vind ik gewoon onzin. En dan denk ik, ja, waarom maak ik mijn geld op aan iets wat niet eens hoeft? Dus voor mij is het ook altijd heel belangrijk om gewoon geld te besparen en niet te veel geld op te maken. En het maakt echt niet uit hoe jij financieel zit. Heb jij veel te besteden? Heb je weinig te besteden? Het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen wil altijd wel gewoon zoveel mogelijk geld besparen als kan. Ook de mensen die wat meer te besteden hebben. Dus zo'n video als vandaag is eigenlijk gewoon altijd wel gewoon geschikt voor iedereen. Dus ben je benieuwd naar deze video en vind je dit nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal heel even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Heel deze make-up look heb ik gemaakt in mijn nieuwjaar 2020 video. Dus bekijk die video als je wilt zien hoe ik deze leuke look heb gemaakt. Wat ik op mijn lippen heb is een Nabla Lippot loodje in de kleur 3. Die heb ik gemixt met NYX Matte Soft Lip Cream in de kleur Abu Dhabi. En daar overheen heb ik deze NYX Clear Lip Gloss aangebracht. Dus dat heb ik nou op mijn lippen. Een hele mooie nude combo is dit. Oké, laten we snel beginnen met het eerste product die ik niet meer ga kopen. Glanzende panties. Ik koop geen glanzende panties meer. Ik vind het vreselijk. De enige soort panty die ik draag zijn zwarte panties en dan Density 15. Dus die schijnen het meeste door. Die draag ik heel vaak als ik een rok draag. Vooral in de winter en zo. Je kunt allemaal niet met blote benen gaan rondlopen, want dan word je ziek. Dus dan draag ik heel vaak een panty. Maar je hebt ook matte versies. En toen ik die matte versies had ontdekt, die zijn zoveel mooier. Die glanzende panties geven mij een beetje een oma vibe. Weet ook heel veel oma's. En oudere mensen dragen heel vaak van die super glanzende panties. En dat vind ik echt niet mooi. En toen ik de matte versie ontdekte, er zijn gewoon letterlijk matte panties. Ik vind die echt fantastisch. Ik heb ook het gevoel dat die minder snel kapot gaan. Ik weet niet of dat echt is of dat gewoon in mijn hoofd zit. Maar ik heb het gevoel dat die glanzende panties altijd sneller kapot gaan. Al gaan panties sowieso altijd heel snel kapot. Echt super vervelend. Dus ik koop helemaal geen glanzende panties meer. Het is gewoon niet mooi en het staat ook gewoon niet. Matte panties zijn gewoon altijd veel mooier. En dat vind ik ook echt gewoon bij iedereen. Dus jongens, matte panties. Dit is iets wat ik al een aantal keer heb verteld in video's. Dus een heleboel van jullie zullen dit al weten. Maar ik draag geen echte mink wimpers meer. Nou heb ik ook geen echte mink wimpers op. Dit is faux mink. Dus neppe mink wimpers. Faux mink wimpers zijn gewoon wimpers die niet zijn gemaakt van echte mink haartjes. Maar wel eruit zien alsof het echte mink haartjes zijn. Dus die hebben dat hele mooie fluffy effect van echte mink lashes. Maar dan nep. Waarom draag ik geen echte mink lashes meer? Dat heeft voor mij te maken met het dierenleed. Het is heel heftig. Ik breng nou even een paar foto's in beeld. Als jij dit niet handelt, spoel eventjes nu snel een halve minuut door. Want ja, ik ga ze dus nu in beeld brengen. Dit is dus hoe ze mink haartjes pakken. Ze pakken het dier. Mink is een dier. En ze plukken letterlijk al die haartjes uit het levende dier. Stel je even voor dat iemand gewoon jouw haartjes één voor één uit jouw haar trekt. En ze trekken niet voorzichtig. Ze trekken heel hard tot aan bloedens toe. De huid wordt ook helemaal meegetrokken. Ja, het is echt super heftig. Ook nu ik erover praat. Ik wilde er niet eens echt over praten. Because I
cannot handle it. Maar het is echt super heftig. Ja, en ik weet, ik doe ook niet alles perfect. Ik eet gewoon vlees en al die dingen. Ik weet het. Maar toch is dit iets wat mij gewoon wel aan het hart ligt. En daarom wil ik gewoon geen echte wimpers meer kopen. Het is het gewoon eenmaal niet waard. Waarom zou je dit doen? Er zijn genoeg wimpers die geen echte mink zijn. Die ik nou op heb, zijn dus ook geen echte mink. En zijn prachtig. Dus het is het voor mij persoonlijk gewoon niet meer waard. Ik koop geen echte mink weer. Ook wil ik jullie echt op het hart drukken. Als je ervoor open staat, koop geen echte mink lashes meer. Want ja, het is gewoon echt heel erg heftig voor die dieren. Ik koop geen AliExpress make-up meer. Ik kocht alleen maar AliExpress make-up voor video's eigenlijk. Nooit gewoon echt voor persoonlijk gebruik. Ik vond het gewoon leuk om er een video over te maken. Die video's hadden ook altijd heel erg veel views. Dus jullie wilden die video's ook heel graag zien. Maar ik ga er gewoon mee kappen. Want het is het ook gewoon weer niet waard voor mijn huid. Ik weet gewoon niet wat in die make-up zit. Het is letterlijk gewoon troep. En ik heb ook echt horrorverhalen gehoord over dat er gewoon poep zit in die make-up. En dat er gewoon allemaal hele rare dingen zitten in die make-up. Die make-up is ook allemaal niet goedgekeurd. En je weet gewoon niet wat erin zit. Dus ook al kocht ik het alleen maar voor video's en bracht ik het letterlijk gewoon maar één keer aan op mijn gezicht. Ik ga het gewoon niet meer doen, want het is het gewoon niet waard. Ik word ook steeds ouder, dus ik moet ook opletten met wat ik allemaal op mijn gezicht smeer. En ik kan gewoon niet meer gewoon lukraak alles op mijn gezicht smeren. Want het is gewoon niet goed voor mijn gezicht. En nogmaals, ik weet gewoon niet wat erin zit. Dus het is het gewoon niet meer waard voor mij. Ook al is het alleen maar voor YouTube video's. Jullie kunnen nog wel AliExpress video's verwachten omtrent kleding. Maar qua make-up gaat het hem gewoon niet meer worden. Ja, ik heb echt foto's gezien van mensen hun gezicht. Ik wil niet dat dat mijn gezicht wordt. Want mijn gezicht is letterlijk mijn werk. Als er iets gebeurt met mijn gezicht kan ik geen video's meer maken. En dat is gewoon niet te doen voor mij. Dus ja, vandaar dat ik geen AliExpress make-up meer insla. Haarmaskers. Je zult nou misschien iets hebben van Sarah, hoezo? Wat is er mis met haarmaskers? Helemaal niks, maar ik gebruik ze niet. Het probleem met haarmaskers voor mij is, ik gebruik heel vaak gezichtsmaskers. Dat is echt helemaal mijn ding. Haarmaskers is voor mij een ding omdat je ze moet aanbrengen nadat je je haar hebt gewassen. Dit is echt super lui. Wat ik nu ga vertellen is echt super lui. En jullie zullen echt misschien iets hebben van Sarah. Ja joh, kom op. Maar toch ben ik gewoon zo. Ik ben gewoon zo. De meeste haarmaskers moet je pas aanbrengen als je je haar hebt gewassen. Dus oftewel, ik moet in de douche gaan. Ik moet mijn haar gaan wassen in de douche. Ik moet uit de douche gaan. Het haarmasker dan pas in doen. Een kwartier, een uur, een half uur of zo wachten. En dan moet ik weer terug in de douche gaan en mijn haar weer wassen. Dat vind ik gewoon te veel effort. Wat ik het liefst zou willen is dat ik gewoon voor het douchen het haarmasker in doe op droog haar. Het laat intrekken, dan in de douche ga en het er gewoon gelijk uit was. Er zijn volgens mij wel een aantal haarmaskers waarbij dat gewoon kan. Ik gebruik heel vaak haarolie, want dan kan dat wel. Die doe ik gewoon in mijn haar en dan ga ik dus één keer in de douche en dan was ik het gelijk uit. Alleen de meeste haarmaskers zijn dus niet. Dus je moet echt helemaal eerst je haar wassen. En ik heb persoonlijk gewoon geen zin om iedere keer twee keer in de douche te gaan. Dus ik heb een heleboel haarmaskers omdat ik dan gewoon heel graag die wil gaan gebruiken. Maar eindstand gebeurt het gewoon niet omdat ik dus heel die handelingen niet wil doen. Als jij een haarmasker weet waarbij dit niet hoeft, die je gewoon op droog haar kunt aanbrengen zonder dat je eerst helemaal je haar moet wassen, let me know. Dan ga ik die misschien wel halen. Want mij gaat het echt alleen maar om heel die effort van twee keer mijn haar moeten wassen en twee keer in de douche moeten gaan. Nummer 5 zijn filmstreamingdiensten. Dan praat ik over Netflix, Videoland, Disney+, wat heb je nog meer? Hulu of zoiets. Je hebt zoveel filmstreamingdiensten. Ik weet nog toen het gewoon Netflix was en that's it. Nou zijn er zoveel en het wordt gewoon too much voor mij. Op dit moment heb ik Netflix en Videoland en daar hou ik het gewoon bij. Ik ga gewoon niet beginnen aan al die andere diensten. Videoland heb ik omdat er gewoon zo nu en dan iets op staat dat ik wil zien, maar die gebruik ik niet echt heel actief. Netflix gebruik ik echt actief. Netflix is echt gewoon mijn nummer 1 streamingdienst die ik gewoon echt actief gebruik. En ik heb me ook wel eens aangemeld voor Hulu volgens mij en ik heb ook HBO gehad, want ik wilde per se Game of Thrones zien. Maar dan vind ik het gewoon zonde omdat ik ze gewoon niet gebruik en wel elke maand betaal. En dan eindstand vergeet ik weer om ze op te zeggen en dan ben ik gewoon 50 euro verder. Helemaal voor niks. Dus ik ben er gewoon mee gekapt. Ik hou het gewoon bij Netflix en Videoland. En ik ga geen andere filmstreaming dingen meer kopen. Want echt, it's too much. It's too much. En ik ben ook maar één persoon. En als ik 5 van dat soort streamingdiensten heb, het lukt mij gewoon als één persoon zijnde niet om het geld eruit te halen. Om
om zoveel films te kijken dat het echt waard is. Dus ja, daar ben ik gewoon mee gekapt. Ik hou het gewoon bij Netflix en Videoland. En that's it. Ik ben gestopt met haargel. Ik koop geen haargel meer. Ik gebruikte altijd haargel. Wanneer ik dus mijn haren doe als vandaag en echt mijn haar strak omhoog moet doen met een staart, een vlecht, een knot of wat dan ook, gebruikte ik altijd gel. En gel is ook echt helemaal prima daarvoor. Alleen gel heeft een aantal dingen die ik niet fijn vind. En dat is dat het wit wordt. Dus als je je haar aanraakt, zie je allemaal zo van die vieze witte puntjes. En mensen denken dan dat je gewoon vies haar hebt. Terwijl het is gewoon de haargel. Plus haargel werkt snel uit. Haargel gaat best wel snel uit je haar en dan kwamen er allemaal van die haartjes los en dat soort dingen. Terwijl ik het gewoon heel strak wilde houden, zoals je vandaag ook ziet. Vandaag heb ik dus wax gebruikt. Ik heb dus wax ontdekt, jongens. Ik weet het, bestaat al lang. Het is niet dat ik jullie nu iets vertel wat helemaal iets nieuws is. Ik heb vandaag de We Color Wax gebruikt. Deze heb ik ontvangen in PR en ik heb hem gebruikt en ik dacht echt, ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, dit is zoveel beter dan gel. Niet te doen. Ik heb hem dus ook gewoon vandaag gebruikt. Het is veel minder hard. Het is veel minder heftig. Je haar ziet er niet helemaal zo vies uit. Maar het houdt je haar wel gewoon strak omhoog of omlaag. Hangt vanaf wat voor haarlook jij wilt maken. Wax is echt zoveel beter. Ook voor mijn babyhaartjes hier allemaal voor. Wax is echt zoveel beter dan haargel. Dus ik weet niet waarom ik er pas na jaren achter kom. Maar jongens, als jij iemand bent die heel veel haargel gebruikt, probeer een keer wax. Je gaat echt zoveel verschil zien. Het is zoveel beter en I love it. Ik koop geen goedkope haarverf meer. Ik verf mijn haren al jaren thuis. Ik ga letterlijk nooit naar de kapper. Mijn echte haarkleur is zwart. Dus echt, echt heel donker haar heb ik. Maar ik verf mijn haar ook nog eens zwart. Want zwarte haarverf is nog dieper zwart dan natuurlijk zwart haar. En dat effect vind ik heel erg mooi. Dus al jaren haal ik gewoon bij de Kruidvat die 6 euro pakken haarverf. En dat was gewoon altijd prima voor mij. Alleen ja, het had wel een aantal nadelen. Het maakte mijn haar een beetje stroef, een beetje dof ook. En het was best wel snel weer eruit. Echt, like binnen 4 wasbeurten of zo was het er gewoon weer uit. Maar het kwam nooit in me op dat er misschien iets beters was. Ik had ook wel eens zo eentje van 14 euro gebruikt. En die was niet per se beter. Dus ja, ik heb er nooit bij stilgestaan dat je betere alternatieven hebt. Totdat ik een samenwerking kreeg met We Color. Ik heb met hun een Instagram samenwerking gehad. Deze video van vandaag is geen samenwerking met hun. Dit is gewoon iets wat ik gewoon wil vertellen aan jullie, omdat ik er zo enthousiast over ben. Ik had dus hun harenverf gebruikt. En oh mijn god, mijn haar was prachtig. Het glansde helemaal mooi. Het was super diep zwart. Ik had ook niet het gevoel dat mijn haar heel beschadigd was, want hun gebruiken ook heel veel natuurlijke ingrediënten. Het is nu niet per se dat je per se We Color moet gaan inslaan ofzo, al raad ik hun wel gewoon aan. Omdat hun dus het eerste merk zijn waarbij ik zoveel verschil zag. Een pakketje van hun is 20 euro, maar het is het echt zwaard. Ik dacht, ik was echt in shock. Ik was echt in shock hoe mooi mijn haar eruit zag. Dat heb ik nog nooit gehad met een goedkope Kruidvat haarverf pakken. En het is gewoon echt zo. De claims zijn gewoon echt zwaar. Dit wat ik nu vertel hoeft absoluut niet. Dit is geen samenwerking met hun. Dit vertel ik echt gewoon uit eigen initiatief. Omdat ik er gewoon zo enthousiast over ben. Ik zal ook even een linkje zetten van hun website beneden. Maar er zullen vast ook wel een aantal andere merken zijn die ook net zo goed zijn. Maar sinds ik dus dit heb ontdekt, koop ik geen goedkope haarverf meer. Nummer 8 is normale deo. Ik koop geen normale deo meer. Dit is ook iets wat ik al wel een keer heb verteld op mijn kanaal. Dus er zullen misschien wel een aantal mensen zijn die me al lang volgen. Die dit al een keer hebben gehoord of een aantal keer hebben gehoord. Maar sinds ik Odorex spray heb ontdekt, ik breng hem hier in beeld, gebruik ik geen normale deo meer. Deze is echt veel en veel beter. Je krijgt letterlijk geen zweetgeur meer. Gewoon letterlijk niet meer. Hij is veel beter dan een normale deo. Dus al een geruime tijd koop ik die niet meer en hou ik het gewoon bij mijn Odorex spray. Ik haal altijd de spray, want dat vind ik het fijnste. Maar je hebt hem ook in andere soorten varianten, zoals een stick en zo. Maar ik vind de spray het fijnst. Elke ochtend nadat ik heb gedoucht, spray ik hem. En je hebt letterlijk geen zweetgeur meer. En I love it. Ik denk dat iedereen met een auto best wel vaak en veel geld besteedt aan tankstation snacks. Elke keer als ik ging tanken, haalde ik weer drinken en snacks. En dan was ik gewoon letterlijk 20 euro verder. En wat had ik? Letterlijk 1 flesje drinken en 1 snack of zo. Daar stop ik mee. Dat doe ik gewoon niet meer. Het is echt geldverspilling.
tankstation producten zijn zo ontzettend duur. Je betaalt echt €3,50 voor een flesje drinken. Terwijl bij de Albert Heijn heb je dat gewoon voor de helft van de prijs. Het is zo zonde voor je geld. Dus wanneer ik ga tanken, haal ik niks meer. Ik ga naar binnen, ik betaal gewoon mijn tankbeurt en that's it. Ik ben er echt mee gekapt, want het is echt zo zonde, jongens. Ga gewoon naar de Albert Heijn, de Jumbo, whatever. En als je gewoon drinken wilt, haal het gewoon daar of een snack of wat dan ook. Ik had ook gewoon wel eens dat ik niet eens hoefde te tanken en daar gewoon heen ging om iets te halen. Want dan had ik gewoon even dorst en dan had ik gewoon geen zin om helemaal naar de Albert Heijn te gaan. En dan haalde ik het gewoon na. Maar het is gewoon zo zonde. Eindstand, ja, je besteedt gewoon zoveel geld per maand. Wat gewoon helemaal niet hoeft. En ik besteedde echt veel geld aan tankstation shit. Dus ik ben daarmee gekapt. Ik doe het gewoon niet meer. Ook al heb ik dorst, ik ga gewoon naar de Jumbo. Ik ga daar gewoon naar binnen en ik haal daar gewoon een flesje drinken of whatever. Ik haal geen tankstation shit meer. Als laatste water in een flesje. Dit is echt voor de waterdrinkers onder ons. Ik persoonlijk ben geen waterdrinker. Ik vind het water echt super vies. Heel erg raar, maar ik vind het heel vies. Maar toen ik een aantal maanden geleden begon met mijn dieet, moest ik eraan geloven en moest ik 2 liter water drinken per dag. Ik heb echt, ik weet begon niet hoeveel waterflessen ingeslagen, want ik vond kraanwater niet zo lekker. Dus ik haalde gewoon water in flesjes. Ben ik mee gekapt, want wij hebben nou hier in huis een waterfilter. Een waterfilter is duur. Het was iets van 200 of 300 euro. Maar het is het echt waard. Het is dus zo'n grote bak waar je gewoon kraanwater in kunt doen. En het filtert je water. En het is het lekkerste water die je ooit hebt geproefd. Het is een beetje zo'n zoetige smaak of zo. Ik als geen waterdrinker die water gewoon vies vindt. Vind zelfs die water echt een stuk lekkerder. Als jij een maand lang alleen maar gefilterd water drinkt. En je dan 1 keer kraanwater drinkt. Dan proef je echt gelijk het verschil. Het is super. En water in flesjes is ook gewoon slecht voor het milieu. Het is weer allemaal plastic en dat soort dingen. Dus als jij heel veel water drinkt en je hebt het geld ervoor, investeer gewoon 1 keer in zo'n filter voor water. Het is 1 keer eventjes duur, maar het is het echt waard. Want uiteindelijk kom je duurder uit als jij heel de tijd water in flesjes koopt. In plaats dat je gewoon 1 keer zo'n gefilterd waterding koopt voor 200 of 300 euro. Dus wij hebben die nou in huis. Dus ik koop geen water in flesjes meer. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren 10 dingen die ik dus niet meer koop. Ik hoop dat jullie weer iets hebben gehad aan de video en het leuk vonden. Als jij een deel 3 wilt, let me know. Want dan maak ik die met alle plezier. Als er tenminste nog dingen zijn die ik kan bedenken die ik niet meer koop. Let me know beneden in de reacties wat je weer van de video vond. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!